Michael Schreuders, horecaondernemer en inwoner uit Oud-Beijerland, is op 15 maart een van de miljoenen mensen die hoort welke maatregelen de Nederlandse overheid aankondigt in de strijd tegen het coronavirus. Onder andere de horeca moet sluiten binnen een half uur. Ik vind die regel vond ik echt zeer overtrokken. Laat in ieder geval al je voorbereidende werkzaamheden en al je reserveringen, laat dat dan tot 9 uur duren. Vanaf half april werd Michael actief met zijn Facebookpagina. Van anderhalve meter naar anderhalve keer beter. Hij kan zich niet vinden in de anderhalve meter maatregel van de overheid. Ja, 60% van de bevolking wordt ziek en waarschijnlijk 1% overlijdt. 1% van 17 miljoen is 170.000. Echter zitten we nu nog niet op de 6.000. En we zijn nu bijna 2,5 maand verder. Michael verzet zich tegen de argumenten van de overheid om de genomen maatregelen mondjesmaat te versoepelen. Schijnveiligheid, hè, noemen we dit. Ze verwachten de hele tijd een tweede golf. Alleen uit alles blijkt dat er geen tweede golf komt. Ze zijn de noodhospitaal zijn ze aan het demonteren. Er worden geen extra IC-bedden gecreëerd. Er wordt allemaal afgebroken en verminderd. Nou, dan spreek je als overheid dus jezelf echt heel erg tegen. Normaal gesproken staat hier altijd alles gezellig buiten. En nu is het gewoon een dode straat. De horeca is weer open, maar Michael draait net zoals al zijn andere collega's dagelijks verlies. Het kabinet, vindt hij, had eerder op een andere manier moeten bijsturen. De overheid had gewoon even met zichzelf in de spiegel aan moeten kijken en gewoon eerlijk kunnen zeggen, jongens, die intelligente lockdown is geweest. Die actie vind ik ook hartstikke goed. Maar als dan al snel blijkt dat het veel minder erg is dan dat het daadwerkelijk is, hadden ze ook heel snel moeten zeggen, jongens, oké, we hebben het gedaan, stop. We gaan zorgen dat die economie weer opbloeit. MKB weer, MKB is de motor van de Nederlandse samenleving. Met z'n allen er weer tegenaan, zo snel mogelijk hieruit, zo snel mogelijk terug naar het oude normaal.